In een vorige auto hebben we gekeken naar de browser SeaMonkey. Deze browser heeft een aantal bijzondere mogelijkheden. Maar aan SeaMonkey zijn meer tools gekoppeld, zoals een mailprogramma en nieuwsfeeds. In twee auto's kijken we naar het mailprogramma en we besteden nog een auto aan nieuwsfeeds. Als je SeaMonkey opent, bijvoorbeeld via de snelkoppeling op het bureaublad, krijg je standaard dit venster in beeld. Hier wordt gevraagd om de apps van SeaMonkey als standaardprogramma in te stellen. Dat wil ik niet, maar ik wil dit venster ook niet meer zien, dus wordt hier het vinkje weggehaald. Via het menu Window kun je naar Mail en Nieuws groepen of je gebruikt de sneltoets Ctrl plus 2. We kijken dus eerst naar de e-mailmogelijkheden. Uiteraard moet je dan eerst een account toevoegen. Daarvoor doorlopen we deze wizard. Klik hier op Next. In dit venster vul je je naam in en voeg je het betreffende e-mailadres toe. Daarna ga je naar de volgende stap. Hier geef je type-account op: Pop of IMAP. Kort gezegd, bij Pop haal je alle mail op je PC binnen, bij IMAP haal je een kopie binnen en blijft de originele mail op de server staan. Groot voordeel hiervan is dat bij een computer crash al je mail nog op de server staat, dus bewaard blijft. Nadeel: die box kan wel vol raken, dus die moet je regelmatig controleren. De poort wijzig je alleen als dat nodig is. Hiervoor moet je de informatie van je eigen mailprovider raadplegen. Ook voor de mailserver om berichten te kunnen ontvangen moet je de informatie van je mailprovider raadplegen. Je kunt dit eventueel ook opzoeken op internet. Je vult een gebruikersnaam in. In de volgende stap stel je de gegevens voor de uitgaande mail in. Ook hier vul je een gebruikersnaam in. Hier kun je de accountnaam eventueel wijzigen. Die is vooral voor jezelf in je eigen postvak. Als je meer accounts in hetzelfde mailprogramma gebruikt, is het verstandig hier een herkenbare naam in te vullen, zodat je duidelijk het onderscheid ziet. Tot slot sluit je de wizard af. Je account is nu ingesteld. Mogelijk moet je nog wel je wachtwoord invullen, daar wordt om gevraagd, als je je eerste mail verstuurt of binnenhaalt. Dit wachtwoord hoort natuurlijk bij het betreffende account. Je maakt een nieuw bericht door op compose te klikken. In het bovenste vak vul je het e-mailadres in. Als je ook een cc wilt sturen, een kopie van het bericht, klik je in het tweede vak en kies je zo cc of eventueel bcc. Je vult een onderwerp in en maakt het bericht. Als je geen spellingcontrole wilt, schakel je die via de rechtermuisknop uit. Je kunt het bericht opmaken. Als je een bijlage wilt meesturen, klik je hier en kies je een bestand. Daarna verstuur je het bericht. Als je opmaken in je bericht hebt gebruikt, is het mogelijk dat niet alle ontvangers dit kunnen zien dan kun je kiezen voor verzenden als plain tekst, platte tekst dus, zonder opmaak. Als je ontvangers die wel bericht met opmaak kunnen ontvangen het bericht wil sturen zoals bedoeld, dus inclusief opmaak, kun je hier voor de bovenste optie kiezen. Tot zover deze eerste how-to over SeaMonkey Mail. Meer in de tweede.